Yo mensen, een hele goeie morgen, zonder zorgen. Gisterenavond, toen ik mijn frietjes aan het eten was, toen kwam er security en die zei dat ik daar niet mocht staan op de blaarmeest. Ik vond het ook verdacht dat ik daar een van de enigen was. En uiteindelijk is dat daar blijkbaar na 11 uur privéterrein. Dus die borden zijn totaal niet goed. Die guy zei het ook. Die borden trekken gewoon op niks. In ieder geval, ik ben in het wassalon en ik ga mijn was doen. Joe! Ik heb ondertussen 37 minuten en ik ga richting de Colruyt. Ik ga daar een beetje inkopen doen en dat is de perfecte combinatie. Mijn was zit in en ik ga inkopen doen. Daarna ga ik waarschijnlijk ontbijten, daarna de was uithalen en daarna editen. Wat een start van de dag. Let's go! Ik ben net naar de Colruyt geweest en ik heb 2 doosjes druiven gekocht. En jullie zien het, er is hier ook een tankstation en dat is blijkbaar het goedkoopste tankstation dat er is. Dus ik heb hier eventjes mijn auto getankt. Ik heb 25 euro diesel in mijn bunnybus gestoken. Ik ga nu naar de wasserij, want ik denk dat mijn was ondertussen al klaar is en ik wil dat zo snel mogelijk drogen. Joe! 18 minuten. Hoppa! Nice, ik heb voor 1,50 euro mijn was droog gekregen. De vorige keer had ik zo verkeerde standen gebruikt en had ik echt veel te veel betaald. Met deze was is droog, super vet, easy. Eeuw. Oef. Dan moet ik nog eventjes allemaal gaan opruimen. Ik heb net een shift gedaan voor Deliveroo. Ik heb 25 euro verdiend, lekker op het gemakjes, gewoon een kleine 2 uurtjes gefietst. En ik was vergeten dat ik het hier zo had achtergelaten. Dus dit eventjes opruimen. Wow. Hoppa, alles is terug. Spik en span. En dit voelt gewoon goed. Het is altijd super nice om je camper op te ruimen. Ik heb ook de vloer een beetje gekuist, want die was vuil met het slecht weer. Ik geef jullie eventjes een rondleiding, want ik heb uiteindelijk wel een paar dingen veranderd. Ik heb zo hier eten gelegd. Hier ook eten. En hier ook eten. De reden dat ik dat heb gedaan is omdat ik eigenlijk soms niet aan mijn eten kon als mijn bed open lag. En nu liggen hier dus gewoon dekens, cameragrief. En hier liggen allemaal shortjes, pyjama short, zwemshort, trainingsshort, nog meer trainingsshorts, al mijn boxershorts en handdoeken en kousen. Hoe meer dat ik hierin leef, hoe meer dat ik weet wat dat ik wil. En ik denk dat ik er ongeveer aan uit ben wat dat ik ga doen. Ik ga het heel simpel houden en ik denk dat het super vet gaat worden. Normaal wou ik zo alles uitbouwen, ultramodern, alles erop en eraan. Maar dan moet je zo elektriciteit achter de muren leggen, moet je alles voorbereiden. En stel je voor, je wou eigenlijk een lichtje hier en niet hier. Dan kan je dat niet meer zo goed gaan veranderen. En ik wil niet in die situatie terechtkomen. Ik wil vooral veel dingen dan heel handig zijn. En dat je er ook gemakkelijk kan uithalen. Zodat ik heel veel shit kan doen. Dat gaat echt wel super vet worden. Hoppa, hier nog altijd mijn hoodies. T-shirts. Ik plooi ze tegenwoordig op. Ik heb nog nooit van mijn leven t-shirts opgeplooid. Tot nu. Want anders passen ze niet in mijn kast. Hoppa. En hier gewoon random shit. Mutsen. Skikousen. Lange broeken. Waarom heb ik skikousen mee? Dat is voor mijn voeten warm te houden als het een koudere avond is. Ik heb het nog niet nodig gehad, maar ooit ga ik het waarschijnlijk wel nodig hebben. De voorkant moet nog een klein beetje opgeruimd worden, maar dat is allemaal stuff dat ik straks nodig heb om te editen. Dus bij deze mensen, dit is mijn van tour. Ik ga ook de achterkant een keer tonen. Dat vind ik trouwens super onhandig. Ik wil daar zo rap mogelijk vanaf. Oei, ik heb de sleutel nodig. Waar is de sleutel? Hier. Hoppa. Ik vind het echt wel super onhandig. Ik wil daar zo rap mogelijk vanaf. Ik toon het jullie eventjes. Check dit. Het ziet er zo uit. Zo. Ik vind dat persoonlijk er super cool uitzien. Langs van achter. Maar het is echt wel fucking onhandig. Deze dingen die duwen altijd terug en die willen er altijd uit. Je kan totaal niet alles goed stapelen. Ik moet dat er echt in proppen. Dus het is echt wel fucked up. Dit is echt wel een dikke afrader. Ik ga dit, ik ga dat er allemaal uitnemen. En jullie gaan zien wat ik ga doen. Ik weet nu ongeveer exact welke setup dat ik hierin ga maken.
En ik kan jullie verzekeren, het gaat hard hoor. Het gaat echt hard hoor. En ik ben heel stoked. Ik ga ook een andere vloertje leggen, want check die shit. Die eigenaar, of ja, die vorige eigenaar, heeft hier zo'n mat gelegd of een soort zeil. Ik weet niet wat het is, maar het trekt op niks. Het is net behangpapier op de grond. Ik ga nu eventjes chillen. Ik ga straks dus naar de supermarkt achter eten. Maar ik ga eerst editen. Yo! Ik ben net klaar met editen en ik probeer mijn vlog online te zetten en het lukt niet. Zoals jullie weten, ik heb ongelimiteerd 4G, maar na 20 gigabyte is dat blijkbaar een vertraagde versie en die vertraagde versie is heel traag. Check dit. Hij is nu voor 1% geüpload. Oh shit. Hij is voor 1% upgeload en 3 uur heeft hij nog te gaan. Dus dat is onmogelijk. Ik ga straks een spot gaan zoeken met beter internet. Hoppa, en check dit. Ik ga vanavond terug kunnen rijden voor Deliveroo van 18 tot 21 uur. Super chill. Ik heb er wel zin in, want het weer is niet echt aangenaam om chille dingen te doen. Het is super grijs. Af en toe regent het en het is gewoon niet chill. Vandaag gaan we zoveel mogelijk geld proberen maken. Hoeveel geld heb ik vandaag al gemaakt? Ik weet het zelf niet. Ik dacht bijna 25 euro inkomen. Hoppa, ik heb 4 bestellingen gedaan en 23,44 verdiend. Dus we gaan daar sowieso minimum 60 of 70 euro van proberen maken. Dat zou super chill zijn. Misschien 100, maar dat gaat moeilijk worden. Er is daar ook iemand zijn slackline aan het opstaan. Die heeft dat daar super hoog in de boom gehangen. Maar wow, yo, die slackline aandacht wel hier. Check dit. Dat hangt super hoog. Ik ga misschien nog eventjes wachten totdat die guy op zijn slackline springt, want dat wil ik wel zien. Dat gaat zot zijn. Joe! Zoals jullie zien is deze guy zijn slackline aan het stretchen. En ik denk dat hij uiteindelijk gewoon een soort freestyle slackline aan het maken is. Die slackline is waarschijnlijk super slap. Moest hij daar helemaal van bovenop lopen, het zou echt wel gek zijn. Het zou echt wel fucking gek zijn. Damn. Hij is nu gelijk van alles aan het testen. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Daar is hij zo bezig met van alles, maar we zien wel. Let's go. Holy shit mensen, dat is echt wel super kut. Er rammelde al een tijdje iets aan mijn fiets, maar ik had het nog niet gezien. Check dit. Er ontbreekt hier gewoon een boutje. Op zich gaat er niet veel gebeuren behalve rammelen, want hij hangt nog perfect vast aan de andere kant. Maar als de andere kant loskomt, dan heb ik misschien wel een probleem. Ik ga nu een spot gaan zoeken waar dat ik dat kan maken en dat is misschien wel op mijn werk. Dus we gaan dat keer gaan checken. Hopelijk gaan ze dat kunnen fixen. Als ze het niet kunnen fixen, geen probleem, dan upload ik daar gewoon mijn vlog. Let's go! Ik heb het uiteindelijk een beetje kunnen fixen. Check dit. Ik heb zo een boutje gekregen, maar die paste ook niet precies en ze hadden geen sleutel. Dus we hebben dat daar zo met een tang moeten opritsen. Maar het hangt vast en ik ga alleszins niet doodgaan vanavond. En ik kan terug knallen, sowieso. Ik heb mijn eerste bestelling al in de McDonald's en ik ben al te laat, maar zij zijn altijd veel te laat met hun eten. Dus dat gaat waarschijnlijk nog goed uitkomen. Op naar de McDonald's, let's go! Ik wil minimum 70 euro verdienen. Yo! Besef deze setup, mensen. Besef deze setup. Ik was hier net volle bak aan het grinden. Ik kijk kijken hoeveel ik heb verdiend. Ik heb 10 bestellingen weggedaan en 55 euro verdiend. Wel nog fokt, want ik ga moeten stoppen. Ik zou wel nog willen verder werken, maar ik heb geen lichtjes. Dus jammer, helaas pindakaas. Volgende keer denken we eraan, volgende keer nemen we lichtjes mee. En dan kunnen we gewoon knallen, zolang of dat we willen. Ik denk de laatste sessie, ik ga kijken tot wanneer dat is. Sessies. Hoppa. De laatste sessie is tot 10:30 en die was uiteindelijk nog vrij. Helaas pindakaas, check die shit. Ik krijg nu een bestelling. Ik ga ze moeten weigeren, want anders krijg ik sowieso een boete van de politie. Zonder lichtjes en rent is geen goed idee. Ik dacht eventjes, misschien moet ik hier gewoon van een fiets nemen. Maar dat gaan we niet doen. Dat is niet leuk. Dat is niet goed voor je karma. En dat gaan we gewoon niet doen. Let's fucking go. Yo! Ik ben net aangekomen bij de van en ik voelde me zo smerig en ik ben ook veel te lui om te gaan douchen in de fitness. Dus ik ga gewoon snel in dat water springen. Hopelijk passeert er niemand, want ik denk dat dat wel nog een speciale move is. Maar het komt goed. Het water heeft nu waarschijnlijk warmer dan een paar dagen geleden. Het lijkt koud, maar
Het is allemaal oké. Dat water heeft nog niet zo koud. Het is al super veel zon geweest. Ik ben het redelijk gewoon. Holy shit, holy shit. Op zo'n misterdagje in het water springen is altijd een rare feeling. Dat kan ik jullie wel vertellen. Hoppa. Oeh, dit water heeft warm. What the fuck? Oké, ik zet mijn GoPro hier. En we springen er gewoon in één keer in. Oh shit. Oh shit. Na een hele dag zonder douche heeft dat echt wel overdreven veel deugd gedaan. En moest ik naar de Basic Fit geweest zijn om een douche te nemen, dan ging het nu al donker zijn en ik wou nog op het gemakje eten maken zonder te sukkelen in het donker. Dus dat komt gewoon perfect uit dat we hier de watersportbaan hebben. Het water was echt wel nice. Ik kan zelfs zeggen dat het properder was dan in de Blaarmeersen zelf. Check. Het is super proper. Het ruikt ook lekker. Nice. Ik ben echt wel heel tevreden. Sowieso. Misschien zijn ze daar iets aan het doen, want ik heb daar een pomp gezien. En ze zijn waarschijnlijk het water aan het zuiveren of zo voor de zomer. Of misschien is dat gewoon door het weer. Ik weet het niet, maar het water hier is momenteel properder dan aan de Blaarmeers. Dat is toch mijn gevoel. En ik spring er redelijk vaak in. Dus ik denk dat mijn gevoel wel redelijk juist zit. Aan de Blaarmeers was er veel meer vuiligheid. En hier ziet het er echt mega nice uit. Misschien is dat met die kajakwedstrijd. Ze hebben alles dubbel en dik gekuist of gecontroleerd. Of misschien hebben die kajakkers alles eruit geschept met hun roeispan. Ik weet het ook niet. Maar het was alleszins nice. Ik ga nu een lekkere hoodie aan doen. Schoenen en kousen. En iets super lekker maken voor te eten. Joe! Ik ben hier ondertussen een lekker pastaatje aan het koken. Holy shit. Ik voel die hippie vibe echt wel. En zeker met deze bus hiernaast. Maar check trouwens hoeveel campers er hier weer staan. Wow, yo. En dat is trouwens de guy dat ik bedoelde met zijn zonnepaneel op zijn dak. Super vette bus. Super old school. Die guy is een jaar ouder dan mij en hij werkt ook voor Deliveroo. Een super chille gast. Die is nu geld aan het sparen en dan gaat hij een hele grote reis doen met de bus. Die woont al meer dan een jaar in zijn camper. Check hoe vet. Damn. Heel nice. En binnenkort gaan we dit ding ook volledig upgraden. Een simpele upgrade, maar het wordt fun. Sowieso. Voor mij gaat het de perfecte bus worden. Damn. Dat ziet er echt wel heel lekker uit. Het lijkt een beetje op de bokkasaus. De bokkasaus is een romige tomatensaus met spek. En dit is eigenlijk een kokos tomatensaus. Check hoe nice dat eruit ziet. Dat gaat volle bak smaken. Jullie zien ook dat er balletjes in zitten. Ik had geen tomatensaus meer, dus ik heb kokosmelk gebruikt. Met tomatensoep, linzen, mais en pasta. Dus dat is een super nice maaltijd. Dit gaat smaken en ik zie jullie later, want nu ga ik wel eventjes genieten. Deze ruit is echt wel overdreven bedampt en dat komt omdat deze maaltijd aan het dampen is. Ik heb net geproefd, het smaakt zo lekker. Het smaakt net als bokkasaus. En de reden dat het ook net als bokkasaus smaakt, is omdat er superveel zout in die tomatensaus zit. En bokkasaus is met spek en spek is overdreven zouterig. Ik ga hiervan genieten. Een filmpje bekijken. Eerst plak ik mijn gsm hier altijd aan. En ik heb hier ook superveel fanmails. Dus deze fanmails ga ik straks een keer tonen. Of eigenlijk gewoon morgen, denk ik. Want ik denk dat het een beetje te donker wordt. Deze ga ik morgen voorlezen. Zet er super leuke bij. Een shout-out naar iedereen dat de fanmail tussen mijn ruit heeft komen steken. Een dikke box naar jullie. Joe! Ik ga nu eten. Eet smakelijk als jullie ook iets aan het eten zijn. Tjoe. Ik heb super lekker gereden, maar ik had ook niet anders verwacht. Het was overdreven, heerlijk. Mijn bed is opgemaakt, jullie zien het, maar tijdens mijn bed opmaken wou ik deze doos cornflakes verzetten. Die stond hier en die moest daar, maar ik had die omgekeerd vast. En dit is het resultaat. Allemaal cornflakes op de grond. Kunnen jullie het zien? Yes. Ik ga dat morgen opkuisen, want nu is het veel te donker om dat op te ruimen. En mijn bed is nu toch al uit. Dus ik ga er toch geen last meer van hebben. Morgen mag ik dat ook niet vergeten, want anders begin ik mijn dag met mijn voeten in de cornflakes.
In ieder geval, ik heb daarnet ook allemaal opzoekingswerk gedaan. Wat ik ga veranderen, wat niet. Ik twijfel nog altijd als ik deze kast ga laten staan of niet. Deze gaat er misschien uit, of misschien blijft hij. Deze kastjes blijven normaal allemaal. En beneden en die achterkant, alles gaat weg. En er komt een nice bed. Een veel chiller bed. Jullie sturen mij altijd van die coole dingen door. Maar de meeste dingen zijn echt heel veel werk om zo je bed op te maken. Ik ga niet elke dag een half uur bezig zijn met mijn bed op te maken. Ik wil gewoon iets dat kan openklappen in één keer. En hoppa, dat is mijn bed. Of misschien zelf gewoon een vast bed vanachter. Maar daar ben ik nog over aan het twijfelen, want ik wil ook een zetel. Ik zou het liefst een soort van zetelbed hebben. Het is echt niet easy als je keuzes moet maken. Want dit is de ruimte die ik heb. That's it. En ik moet alles zoveel mogelijk benutten. In ieder geval mensen, het gaat goed komen. Ik ga beginnen met de vloer. Ik ga daarna beginnen met het bed. Een beetje verlichting. Dan een tijdje later waarschijnlijk zonnepanelen en dan afwerking. Maar de afwerking gaat nog voor later zijn, want ik heb net prijs berekend en het is fucking duur. Het is echt veel geld. De vloer alleen al was al meer dan 100 euro, dus what the fuck. Maar ik wil zo'n mooi parketvloertje, dus dat komt allemaal wel goed. Maar ik ga niet te veel verklappen, jullie gaan het allemaal wel zien. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de support, bedanken voor het kijken. Like de video, deel de video met al je vrienden en ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Zoals bijna elke dag om 5 uur. Peace out, ciao. Yo.